Die organiseerders van die Help ETA project sukkel om voor te blijven met die verskaffing van sanitaire producten aan schoolmeisies. Dit te midden van een scherp stijging in die aanvraag daarna. Die gebrek aan befondsing heeft ons ook verhoed om 1432 meisies, wat meer as ons 3000 meisies aansoek gedoen het, hierdie jaar te kon help met sanitaire ware. Hierdie 1432 meisies kan steeds 52 skooldae misloop as gevolg van een gebrek aan sanitaire ware. Baie skoolmeisies het ook een behoefte om selfverdediging te leer. Die grootste behoefte wat ons identificeer het, is die 43% meisies wat aangedui het dat hulle behoefte het aan selfverdedigingsklasse. Die Optimiststudie van 2018 het gewys dat ongeveer 34% van meisies seksueel mishandel word. Ons wil ons skoolmeisies op een holistiese vlak ondersteun en ontwikkel om een sterk volgende generasie vrouwe te kan verseker, fysies, emotioneel en geestelik. Die sangeres Monique Stein doen een beroep op Suid-Afrikaners om bij die project betrokken te raak. So, aan die einde van die dag het ons julle vaardighede nodig. Die kleinste dingetjie, soos selfverdediging klasse. As jy een lewensberader is, dit kan net tyd wees saam met die kinders om vir hulle te kom sit en jou story te vertel. Gerard Pretorius, 1 Nuus, Centurion.